Jarenlang stonden ze aan de top van hun sport, waren ze de helden uit onze provincie. Van Olympische plakken tot aan uitzinnige fans. Maar uiteindelijk komt er aan elke topsportcarrière een einde. Wat volgt is een nieuw leven. Een leven zonder de dagelijkse adrenaline en schijnwerpers. In een zesdelige serie zoek ik deze ex-topsporters op. Mooie Noord-Hollandse ijzers van lang geleden. Ja, het gaat vandaag over schaatsen en over een van de beste marathonschaatsers van onze provincie, Mariska Huisman. En de basis die heeft ze hier gelegd in Horen. En daarna won ze vele indrukwekkende prijzen, waaronder Nederlands kampioenen op natuurijs. Maar in 2015 vond ze het genoeg en zette ze een punt achter haar carrière. Vandaag is ze voor even terug. Hoe ging die? Nou, ze even wennen hoor. Ja? Ja. Want zo vaak zijn die meer op het ijs, hè? Nee, ik schaats eigenlijk bijna nooit meer. Nee. Dus ja, dan merk je wel dat je gewoon weinig doet, omdat je te weinig traint. Ja. Te weinig. Waar merk je dat aan? Ja, het is zo'n, eigenlijk is het gewoon een moeilijke sport. Je staat op zulke dunne ijsjes, dus dat kost al heel veel energie en al je kleine spiertjes. Ja. En dan heb je de bochten en dan moet je wel diep zitten en druk geven. Mm-hmm. Dus dat komt gewoon echt op je bovenbeenspier aan. Hey, en deze schaatsbaan, de Westfries, dat is toch een beetje jouw thuisbasis altijd geweest? Ja, ik ben ooit begonnen in Alkmaar op de ijsbaan. En, als klein meisje? Ja, als heel klein meisje, ja. En toen kwam de ijsbaan hier in Horen en toen zijn we naar Horen gegaan om te trainen. Ook mede omdat het hier overdekt is. En het is gewoon een leuke ijsbaan, gezellige ijsbaan. Ja. Zullen we even een kopje koffie doen? Lijkt me lekker. Een bakje koffie. Kijk, en appelgebak. Lekker hoor. Ik dacht dat past wel bij schaatsen. Eigenlijk chocomelk natuurlijk. Warm chocomelk, ja. Nee, ik vind koffie goed. Ja, prima. Kijk eens even, lekker. Alsjeblieft. Ik heb het verdiend. Je hebt het verdiend, ja. Want dit is natuurlijk eigenlijk niks qua afstand wat je net hebt geschaatst. Nee. Het zijn maar een paar rondjes, maar ja. Genoeg voor vandaag. Hè? Met koffie en appelgebak blikken we terug op de carrière van Mariska. Vele rondjes maakten ze op deze schaatsbaan in Horen. En daar bleek al snel dat Mariska zeer vaardig en snel was op haar schaatsen. In haar juniorenperiode behoorde ze tot de nationale en internationale top van het lange baan schaatsen. Ja, totdat ik een jaar of 17, 18 was. En toen kreeg ik ziekte van vijver. Ah. En toen het was het eigenlijk een beetje klaar. Toen ben ik echt wel over de kop getraind, denk ik. Want ik heb best wel lang doorgetraind. Maar ja, het ging allemaal niet. En we wisten niet waar aan het lag. En toen bleek dat het ziekte van vijver was. En daarna is het best wel moeilijk geweest om weer op niveau te komen, zeg maar. Op een of andere manier blokkeerde mijn lichaam, denk ik. En dan lukte het gewoon allemaal niet echt meer. Ja. Vooral het lange baan schaatsen niet. En dan raakte het plezier een beetje weg. En toen ben ik gaan marathon schaatsen. Ja. Nou ja, dat ging eigenlijk wel meteen goed. Het is een ander spelletje en ik had er plezier in, dus dat ben ik eigenlijk blijven doen. Houdt Huisman dit vol? Huisman houdt dit vol. En wat vond je dan het leukste? Het zijn natuurlijk hele lange afstanden die je maakt. Je zit heel wat uren, sta je op je schaats. Voor mij altijd wel de sprint. Zoals een 200 kilometer schaatsen, dat is niet iets dat ik denk van, leuk, gaan we het doen of zo. En niet dat ik het tegenop zie hoor, dat helemaal niet. Maar ik bedoel, als ik heel eerlijk ben, is het natuurlijk eigenlijk geen zak aan. Ik bedoel, het duurt zo lang. Ja. Maar als dan de finish in zicht komt, dan denk je, nu ben ik er bijna. Ja. En als je dan klaar bent, dan geeft het wel voldoening, dat zeker. Mooiste overwinning uit je carrière? Ik heb het NK op de natuurreis gewonnen. Dat was wel echt super mooi om die sowieso op je naam te hebben staan. Mm. En volgens mij dat de laatste NK op natuurreis geweest. Dus dat is ook wel leuk. Ja, dus je bent nog steeds eigenlijk. Ik ben nog steeds de oude Nederlands kampioen. Links in beeld, Huisman nog steeds op kop. Huisman, ik denk Huisman. En wat gaf jij dat, zo'n overwinning? Het is sowieso ontlading en dan ben je blij. Het geeft voldoening. Ja. Maar giet dan de adrenaline door je lichaam heen? Ja, want dan betekent gewoon, dan ben je gewoon op dat moment de beste geweest. Ja. Dus dat is natuurlijk gewoon, geeft wel een kick.
Mooie overwinningen en altijd een lach bij Mariska op haar gezicht. Maar eind december 2013 staat haar leven volledig op de kop. Als haar broer Sjoerd plotseling overlijdt door een hartstilstand. Sjoerd behoorde net als Mariska ook tot de top van het marathon schaatsen. En het gaf een speciale band. Ik denk dat mijn broertje en ik sowieso best wel op elkaar leken. Qua hoe we waren, zeg maar, als persoon. Ik trainde veel met mijn broertje, dus wij belden elkaar bijna, eigenlijk wel iedere dag, twee keer op een dag. En dan sloten we af met, we bellen nog wel. Dus ja, we deden wel veel samen. Want deze schaatsbaan, de Westfries, dat was dan ook de plek van de herdenkingsdienst. Wat is je daarvan bijgebleven van die dag? Dat was natuurlijk sowieso heel triest en heel treurig en emotioneel en verdrietig. Ja. Maar aan de andere kant heel bijzonder en heel speciaal en ook wel weer heel mooi dat er zoveel mensen waren. En ja, de manier waarop dat allemaal ging, eigenlijk wel heel bijzonder. Ik kan het niet geloven. Iedere keer als ik naar je kijk, denk ik dat je zo weer wakker wordt. Dat je stiekem naar me knipoogt. Dat je nog een keer je duim naar me opsteekt. Maar er gebeurt niets. Weet je nog, toen je hier stond, wat er toen met jou allemaal gebeurde? Nou, kijk, op het moment dat je hoort dat je broertje is overleden, dan denk je eigenlijk van, dat is niet waar. Nee. Dat geloof je niet. Nee, en dan, dan stort je wereld eigenlijk gewoon in. Op weg naar zijn laatste meters hier op de Westfries in Horen. Dames en heren, onder het dundoek van de KNSB. Hier is de finish van Sjoerd Huisman. Iedere dag mis ik hem gewoon. Ja. Iedere dag. En, maar ik denk wel dat het goed is om erover te praten. Ook omdat het hij wordt niet vergeten en dat is ook wel weer mooi. En vergeten wordt Sjoerd er zeker niet. In het restaurant van de ijsbaan in Horen hangt er een prachtige foto van Sjoerd. Ja, als je naar kijkt, dan krijg je natuurlijk wel, wel herinneringen en doet het wel wat met je. Maar ja, ik vind het ook wel mooi dat dat wel, dat hij niet wordt vergeten, ook door andere mensen niet. Nee. Dat vind ik eigenlijk wel mooi. Ja. Wat krijg jij voor herinneringen als je kijkt naar deze foto? Ja, ik word er blij van als ik daarna kijk. Ook gewoon zijn lach en zijn, dat had hij eigenlijk altijd wel. Zo'n mooie lach. Ja. Altijd vrolijk, altijd blij. Ja, want jullie werden altijd een beetje de lachenbekjes genoemd van de peloton. Dus dan heb ik veel gelezen. Ja, dat is leuk dat je dat zegt. Ja, ik denk wel dat wij best wel vrolijk en open zijn, waren. Ja, hij is er niet meer en dan moet je denk ik wel inderdaad stilstaan bij de mooie dingen. En het is ook mooi als je er wel aan denkt en er wel over kan praten. De sterke Mariska stopte met schaatsen in 2015. En dat betekende veel meer tijd. En veel van die tijd brengt ze in en rondom haar huis in Noordeinde door. Daarom verplaatsen ze ons van de schaatsbaan naar dit rustieke dorpje uit de gemeente Alkmaar. Hier woont Mariska samen met haar vriend en twee kinderen. Brood, dat kan ook. We kunnen ook korreltjes geven, dan komen ze. Een van de dagelijkse klusjes is de schapen eten geven. En vandaag doet Mariska dat met haar oudste zoon Rover. Van wie zijn deze schapen? Die zijn van de schapenboer. Ja. En die staan bij jullie in de tuin? Ja, en wij geven ze af en toe wat eten. Ja. En dan komt de boer even kijken of het goed gaat met de schapen. Hoe lang wonen jullie hier al? We wonen hier nog maar een jaar. Hier wonen jullie nog een jaar? Ja, we zijn nieuw aan het bouwen. Ja. Want je bent geboren in Andijk, daar ben je ook opgegroeid. En toen ben je verhuisd naar Westgrafdijk. En nu sinds een jaar hier. Ja. En hoe bevalt dat? Ja, ik vind het schitterend hier. Ik hou wel van een beetje het platteland. Ja. Dit is de laatste. Ja. Maar jullie hebben ook lekker veel water om het huis heen. Ja, heel veel water. Helemaal rondom bijna. En in de winter kan je heel snel schaatsen. Ja, dat wou ik natuurlijk zeggen. Ik bedoel, dat is ook heerlijk voor als je schaatsliefhebber bent zoals jij. Ja, dus ik wacht eigenlijk op een beetje winter. Ja, ja, dat zal wel leuk zijn. Dan kan je hier heel snel schaatsen. Ja. Want in 2015, toen heb je besloten om te gaan stoppen. Was dat toen een moeilijke beslissing? Op zich was het niet een hele moeilijke beslissing. Want op een gegeven moment doe ik het schaatsen al zo lang. Dat ik echt zo klein was. Dat je
ja, altijd bezig bent met je wedstrijden en je trainingen. En je bent er gewoon zo mee bezig. Dat ik op een gegeven moment dacht, ja weet je, er is meer als alleen schaatsen. En op een gegeven moment dacht ik, nou ja weet je, het is nu tijd voor andere dingen. Wat weet je nog van die periode, toen je het had besloten om te gaan stoppen? En dat je dan dus eigenlijk niet meer zoveel traint, geen wedstrijden meer hebt? Ja, dat is dan wel een beetje wennen. Mm-hmm. Gewoon zo omdat je lichaam eraan moet wennen. Want je bent gewend om gewoon altijd te sporten, zeg maar. Ja. En als je dan een stapje minder doet, zeg maar, dan gaat je lichaam toch wel vragen naar... ik moet iets doen, zeg maar. Ja. Dus dan moet je een beetje balans in vinden in het begin. Dat is dan in het begin een beetje lastig. Ja. Want hoe ging het dan, die balans? Nou ja, op een gegeven moment dan zit je thuis, zeg maar. En dan word je gewoon een beetje je lichaam die vraagt om beweging. Dus wat ga je dan doen? Nou ja, ik ren dan 3 keer de trap op en af. Ja? Dan ga je thuis het heen en weer. Nou ja, nu heb ik het niet meer zo erg. Nee. In het begin wel, dat ik dacht, ik moet nu wat doen. Ja, en ik heb dat nu dan inderdaad wel aan de kant gezet, maar ik doe nu eigenlijk nog steeds, weet je wat ik doe, dingen die ik leuk vind die kinderen, en daar kan ik ook heel erg van genieten. Het is anders, maar ook leuk. En wat vind je heel leuk om te doen met Rover? Wat ik leuk vind om te doen met Rover? Want hij kan natuurlijk steeds meer, hij is nu 3, hè? Ja. Nou ja, we hebben 1 keer samen geschaat, maar dan moet hij nog een beetje oefenen, hij is nog wel erg klein hoor. Want ze zeggen als bij ex-topsporters dat ze dan in een soort van zwart gat terechtkomen. Leven zonder de schijnwerpers, zonder de adrenaline, de wedstrijden, noem maar op. Hoe heb jij dat beleefd? Nou, ik heb dat niet zo heel erg gehad, maar ik denk, naast dat schaatsen had ik ook wel gewoon sociaal leven, zeg maar. Daar heb je wel wat minder tijd voor, maar ik had dat wel. En er zijn ook best wel veel sporters die dat eigenlijk bijna niet hebben. Of hun sociale leven is ook echt het in hun sport, zeg maar. Ja. En dan merk je natuurlijk heel erg als je dan stopt met je sport, dat je eigenlijk denkt van, ja, maar wat moet ik nu op de donderdagavond of zo, weet je wel. Hier heeft hij zoveel ruimte, dat is gewoon al echt super. Hij kan de hele dag lekker buiten en met zijn laarsjes. Ja, hij komt iedere dag helemaal zeiknat en onder de modder komt hij dan weer binnen. Mama! Dus dat vind ik wel mooi, daar kan ik van genieten.